Beste kijkers, in deze aflevering van Pigeon Champs Live praten we met Bas Verkerk. Bas Verkerk maakte afgelopen weekend de stuntuitslag op de eerste eendaagse vondvlucht van afdeling 5. Hij won 1 en 2 NPO en had 8 duiven in de eerste 15. Ja Bas, proficiat, dat was een mooie uitslag. Ja, dankjewel. Vertel eens, de aankomst. Je had, hoeveel duiven had je ingekorfd? We hadden er 135 hadden we erin gekorfd. En ja, ik volg in principe alleen de snelheden in andere afdelingen. Dus, toen ik mijn tablet aanzette, toen was er alleen in 10 en 11 waren de duiven en de rest nog niet. Nou, dat was 7 over 2 en dus ik ging staan wachten. En 18 over 2 kwam die al. Dus ja, met een voorvlucht van 50 kilometer, ja, dat moest wel vroeg zijn. Ja, toen, 2,5 minuten arriveerde de tweede. En de volgende van het concours zit 6 minuten verschil met onze eerste duif. Dus die had wel een eindje losgevlogen. Jouw eerste duif die vloog ook een stukje los op je tweede duif, hè? Ja. Ja, en vertel eens, wat voor duif is dat? Nou, hij was vorige week hadden we Fontenay, een midvondvlucht van 467 kilometer. En toen was hij ook mijn eerste, maar toen bleef hij vliegen en ging hij achter een duif aanlopen op de ren. Dus toen bespeelde hij ruim een minuut, want anders had hij ook de eerste in het samenspel gevlogen. Ja, het is een wedenaar, totaal wetenschap. En zijn vader is Duncan. Die won zelf ook een eerste in de kring van Assen Zedelijk en een vijfde NPO Las Oterennen. Zijn zoon van Tinkerbell. En de moeder is Expectation. Die won zelf ook een eerste NPO, ook van vier zonnen. Ja, en zijn grootmoeder is weer Olympic Solaris. Die won zelf een eerste NPO Armenton. Ja, dus allemaal prestatieduiven in de stamboom. En de tweede duif, waar kwam die uit? Ja, die tweede duif die komt uit een doffer die we aangekocht hebben bij Koopman. Uit zijn Golden Capri met Adora, die zelf ook een eerste en een tweede NPO won. En de moeder is een halfzus van Olympic Solaris, die kwam uit Captain Hook. En dat is dan ook weer de vader van Tinkerbell, dus de grootmoeder van de eerste, gekoppeld met Magic Amoree, de moeder van Olympic Solange. Ja, en 8 duiven in de eerste 15, dat is toch wel weer een ongekende uitslag natuurlijk. Waar je uiteraard vast heel erg trots op bent. Had je het verwacht? Nee, kijk, die duiven die komen dit jaar eigenlijk vanaf de Vitesse al iedere week goed. Maar ja, zo'n uitslag verwacht je niet. En omdat er toch wel tijd tussen de aankomsten zat van de eerste duiven, dan had ik niet verwacht dat er zo weinig van anderen tussen zouden komen. Dus er konden er toch maar heel weinig die 7 uur vliegen volhouden deze keer. Ja, en hoe is het seizoen dan tot dusver verlopen? Want we hebben het de laatste keer met jou gesproken, toen moesten we nog beginnen. Toen zei je dat je twijfelde of je nog mee zou gaan doen in die Duitslandvluchten. Als ik me niet vergis heb jij de eerste twee vluchten ook overgeslagen. En de eerste midvondvlucht uit Pontoise is behoorlijk desastreus verlopen, begreep ik, hè? Ja, nou, het is iets anders. De eerste vlucht deden we wel mee, want dat was gewoon voor ons meer. Dat is precies de grens. Maar de week daarna dan zouden we naar Noord-Limburg gaan. Dus ja, dat is bij ons oost-zuidoost. En op die donderdag werd ook duidelijk dat Frankrijk open ging. Toen heb ik besloten om dus niet te spelen. En dus die duiven zijn zeg maar van de grens van 60 kilometer naar Nice gegaan. De 235 kilometer. Toen nog twee Vitesse vluchten gedaan. Heb ronnen. Toen naar Ponce Max. Dat was wel een goed verlopen middenvlucht. Maar daarna toen kwam inderdaad die Pontoise vlucht. En daar zijn heel veel duiven in Denemarken terecht gekomen. En daar zijn ook diverse goede duiven op verspeeld. Ja, en hoe heb je de duiven toch weer goed kunnen krijgen daarna? Nou ja, kijk, met de totale wetenschap is dat wel een probleem. Want die zijn doffer is weg en die zijn duivin is weg. Dus de dag na de vlucht proberen al nieuwe koppels te maken. Ja, de een doet dat wat makkelijker dan de ander. Maar op een gegeven moment pakten ze dat wel goed op. Maar Pontoise was ook de week voor de eerste eendaagse. Dus wij hadden dus 5 dagen voor het inkorven van de eerste eendaagse. Dat was een halve randvlucht. We hebben gewoon daar wel op meegedaan. Dat liep eigenlijk ook goed. Alleen die van ons werden zondags
gelost en ingekort. Maar toen begonnen we ook met de vijfde NPO tegen 12.000 duiven. Dus, en ook heel veel duiven in de top 100. Dus ze hadden de duiven die, dus die wel thuisgekomen zijn van de ramvlucht, die hebben daar niet veel nadeel van ondervonden. Dus jullie hadden nu eigenlijk je eerste dag van vlucht, hè? Want de eerste dag van vlucht is teruggebracht naar een midvondafstand, helaas. Ja, ja. Dus dat was de eerste echte krachtmeting. Hoe zitten de duiven nu in de verzorging? Kun je daar een tipje van de sluier op lichten? Wat heb je afgelopen week met de duiven gedaan? Nou, eigenlijk niet veel anders dan, dan ik al op jullie DVD heb verteld. De duiven die trainen tweemaal daags. Het is eigenlijk hetzelfde ook als in 2018. De training is niet geweldig. Duiven zitten veel op de ren. Maar de prestaties zijn wel heel goed. Ik heb ook nog wat duiven dit weekend gespeeld, afgelopen weekend gespeeld op de Vitesse-vlucht. Dat waren ook hoop van die laatkomers van die ramvlucht. En opgehaalde duiven en gewonnen duiven. En mede daarom hebben we ook die duiven woensdagmiddag nog 25 kilometer weggebracht. Zodat ze even samen thuis konden komen. En nou ja, voor de rest natuurlijk vervoeren ze op met onze eigen verkerk mengelingen van bijers. Ja, dus wekelijks voor de Vita. En ze krijgen nu dit jaar de mineralenpoeder van Marien. Ja. Je zegt ze trainen niet geweldig, maar ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan zitten ze na 5 minuten op het dak of vliegen ze dan een uur? Wat is bij jou niet geweldig? Nou, inderdaad, er zijn er al bij die na 5 minuten weer op het dak zitten. En ze zitten gewoon eigenlijk meer dan dat ze vliegen. Ze trekken ook niet echt weg. Of het is maar heel kort dat ze wegtrekken. Of maar een klein deel wat wegtrekt. Dus het is niet dat ze zeg maar 1,5 uur in de weer zijn. En dat was eigenlijk in Alphen was dat vaak wel het geval. Heb je daar een verklaring voor waarom ze niet willen vliegen nu? Nee, totaal niet. Duiven zien er gewoon aan de buitenkant heel goed uit. Ja, aan de binnenkant kennelijk ook, want anders vliegen ze zo niet. Maar qua training hebben ze er niet veel zin in. Dus ja, maar ja goed, belet niet om mooie prestaties neer te zetten. Nee, dat klopt. Maar dat was in 2018 eigenlijk ook zo. Toen hadden we ook eigenlijk een heel goed jaar, maar die duiven die trainden echt niet overdreven. De ene dag is beter dan de andere. Dat is natuurlijk altijd als het een beetje stilstaand weer is, dan trainen ze eigenlijk nagenoeg helemaal niet. En als het winderig weer is en een mooi zonnetje, dan trainen ze natuurlijk altijd beter. Dat zal bij iedereen zo zijn, denk ik. Maar ik heb nou niet het idee dat die duiven geweldig moeten vliegen om een geweldige uitslag te maken. Ja, en voor jou ook geen ratelaar, pigeon flyer, vlag, nee. Skippybal, dat komt bij jou allemaal niet aan de pas, hè? Nee. Want op het moment trainen dus ook de doffers, zeg maar. Maar ik zie dat er al op mijn telefoon dat hij steeds oplicht dat die duiven op de antenne lopen. Dus ze trainen ook nu weer niet, zeg maar. Dus dat is op zich, ik lig er niet wakker van, want ja, ze zien er gewoon goed uit en ze zijn allemaal weer in bad geweest. Dus ik lig er niet wakker van. Kijk, als je slecht vliegt, dan lig je overal wakker van, maar nu op dit moment niet in ieder geval. En je bent nog niet bij de dierenarts geweest deze week? Nee. Al weken niet. Kijk, we doen dan een beroep natuurlijk altijd van Team de Weert of Stefan Geubel. De enige behandeling die ze dit seizoen gehad hebben. Dus vorig seizoen waren ze al een keer behandeld met een volledige geheelkuur. Maar een aantal weken geleden hebben die duiven een geheelpil gehad. Dus eigenlijk heel eenvoudig, de duif moet het doen als ik het goed begrijp. Ja, dat klinkt heel eenvoudig en dan krijgen we natuurlijk de criticasters die denken, die gozer die zit een beetje te liegen daar. Maar ja, het is niet anders, je kan er een heel mooi verhaal van maken, maar het is dus wel zoals het is. Kijk al, zat het slot aan de wand of zo, of waren die duiven aan het kotsen of zo, ja, dan ben ik de eerste die morgen naar de dierenarts rijdt. Maar dat is niet het geval, de mest is goed en ze doen ze goed. En de uitslagen zijn goed, dus voor de rest maak ik me dus nog geen zorgen. Nou, mooi. Ik zag dat jullie afgelopen weekend ook jullie eerste jonge duivenvlucht hadden. Ik zag je alleen niet in de uitslag. Nee, we zaten er gelukkig niet naast, dus dat scheelt. Maar ze waren niet mee.
Momenteel ben ik die jonge duif aan het africhten. Ook weer hetzelfde eigenlijk als in 2018, wilde slecht aan huis trainen. We hebben ook veel last weer van de roofvogel dit jaar. Maar ik ben ze in ieder geval eerder aan het africhten dan in 2018. En ik bekijk nu van dag tot dag wat ik ga doen. Of ik ze nog een keer ga inlassen of dat ik ze op de naad toe ga spelen. Dat weet ik nu nog niet in ieder geval. Maar ik wel, dit jaar, dat is wel een... leuk om erbij te vertellen, denk ik. Dit jaar we hebben iedereen wel gezien in de uitslagen ontiegelijk veel jaarlingen. Ja, we hebben natuurlijk ook niet veel ouder na die rampvlucht van vorig jaar. Maar je kan wel zien dat de jaarlingen die gewoon als jong dus goed ingevlogen zijn, dat die dit jaar veel beter presteren. Eigenlijk dat na-tour, die duiven leren te weinig van groepslossingen. Dus je kunt beter een paar totale lossingen hebben en wat van langere afstand. En dat zie je eigenlijk nu weer terug, want we hebben eigenlijk, ja, in alle verwel natuurlijk, maar hier in Reewijk nooit op zo'n eerste dag van vlucht zo gevlogen. Wel op de latere dag van vluchten, als die onervaren jaarlingen meer in hun ritme kwamen. Maar nu kan je wel zien, er zat maar één oude duif bij die eerste 15. En de rest waren natuurlijk allemaal jaarlingen die minimaal 2 keer 2 nachten mand en 2 keer tussen 350 en 380 kilometer gevlogen hebben. Ja, dus als je wil presteren met jaarlingen, moet je een mooi jonge duif programma hebben met liefste Nationale Orleans erbij. Dat zou het mooiste zijn. En eigenlijk een paar keer inderdaad, die jongen, hoe meer ze meemaken als jong, des te minder verliezen je hebt als oude duif. Ik zag zelfs dit jaar de eerste 4-5 weken, als ik bijvoorbeeld nog 15 duiven moest hebben, als ik naar de club moest met de klok, er waren bijvoorbeeld 12 duiven die na-toevluchtig hadden en die 2 keer 2 nachten mand. En de rest waren, die 3, dat waren de jongen die het hele programma en 11, 12 keer in de mand hadden gezeten. En ook Fontenay hadden gevlogen van 470 kilometer. Dus inderdaad, een paar keer 400, 450 kilometer, dat zou wel ideaal zijn voor de verdere loopbaan van de duif. Ja. Nou oké, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ja. Ja, en jullie ook. En iedereen natuurlijk. We hebben nog 2 maanden, dus succes iedereen. En u heel erg bedankt voor het kijken. Wilt u meer informatie? Like dan onze Facebookpagina en abonneer u op ons YouTube-kanaal.